Je gaat nooit heel breed lachend op een schilderij of op een beeldje. Waarom? Lachen is een teken van domheid. Kijken, luisteren en goed navertellen. Tijdens de Kinderboekenweek worden schoolkinderen in het Westfries Museum opgeleid tot museumgids. In een uurtje tijd leren kids de tips en tricks van ervaren gids. Heel leuk. Waarom? Omdat ik ook al nieuwe dingetjes had geleerd, wat ik nog niet wist. En het lijkt me ook wel leuk om opa en oma rond te rijden. Ze dachten toen dat van vieze geurtjes dat je heel ziek kan worden. Ja. Maar dat was dus eigenlijk niet echt zo. Maar het jonge publiek volgt de workshop niet voor niets. Kinderen kunnen namelijk hun opa's en oma's rondleiden. Oma Henny is trots. Ik vind wel dat ze het heel erg goed doet. Wij gaan regelmatig met de kleinkinderen naar musea toe. En dan probeer je zelf van tevoren wat in te lezen. En nu doet zij het aan mij. En dat vind ik wel eigenlijk heel erg leuk. Ik vind het een heel leuk initiatief. En hoe vind jij het nou met je oma op stap te zijn? Ook hartstikke leuk. Ik vind het heel erg leuk. Waarom? Ik heb ook dingen geleerd. En nu leer ik ook een beetje dingen aan mijn opa en oma. Het thema van de Kinderboekenweek is voor altijd jong. Opa's en oma's staan hierbij centraal. Volgens het Westfries Museum is de workshop een succes. De kinderen zijn echt heel enthousiast. Het is inderdaad die omgekeerde wereld, hè? Kinderen gaan hun grootouders, of als ze geen grootouders hebben, hun ouders of de buurvrouw, maakt niet uit wie, gaan ze meenemen naar het museum. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Van plaats dat kinderen meegenomen worden. Zij komen nu echt centraal te staan. En zij gaan het natuurlijk vertellen. Dankjewel. Dankjewel. Oké.